volgens mij loopt die. Ja, het rode puntje zichtbaar. Maarten Haaier, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Klopt. Helemaal goed. En we gingen dit gesprek hebben over, ja, ook enerzijds natuurlijk, wat zie je zelf allemaal gebeuren in jouw werkgebied, maar in algemene zin ook van hoe verandert de rol van de samenleving, of de overheid en de samenleving, de verhouding daartoe, daartussen. Hoe gaat het in verandering en wat zijn daar voorbeelden op dat vlak? Kun je enigszins uitleggen wat PBL doet en wat jouw werk is in ieder geval, en dan misschien een beetje richting dat onderwerp werken? Ja, nou, ik denk dat op zich misschien het aardigste is om een beetje toch historisch te zeggen. Vanuit mijn werk aan de universiteit ben ik al sinds medio jaren 90 bezig met nakijken hoe die overheid omgaat met burgers. En daar zie je allerlei golven in. En je hebt dus die klassieke end-of-pipe participatie gehad. Hè. Overheid heeft iets wat hij wil en dan worden burgers nog eens gevraagd. Dat is in de jaren 70 zo begonnen. In de jaren 90 heb je een enorme golf gehad van interactief beleid. Overheid die burgers overal bij betrok. Het werd een soort cottage-industrie. Dus allerlei handige bedrijfjes die in tenten en in SRV-wagens burgers bij beleid gingen betrekken. Dat was een soort feestje. En eigenlijk is dat die fase ook wel weer afgesloten. Je hebt continu natuurlijk burgerparticipatie als de overheid iets wil. Een weg aanleggen, een spoorlijn. Dus dan krijg je altijd gedwongen participatie. Daar wordt het meeste geleerd. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld leert natuurlijk razendsnel over participatie. En ik denk dat je nu iets anders ziet. Dat de burger is steeds minder geïnteresseerd is in het participeren in door de overheid bedachte projecten. Maar dat die burger dus nu zelf zijn projecten aandraagt. Dat is volgens mij de grote verandering. Ik noem dat de energieke samenleving. Waarbij die burger zich dus op twee manieren manifesteert. Allereerst dus, die wil wat en die vindt de overheid op zijn weg. En vindt het buitengewoon irritant. Dan zeg ik, ja, waarom eigenlijk? En aan de andere kant, als de overheid iets wil, dan vindt die overheid die burger op zijn weg. Want die burger die verstaat inmiddels enorm goed het kunstje om stokken tussen de spaken te steken. Dus dat is een hele ongelukkige situatie. En mijn fascinatie is nou eigenlijk, hoe zou die overheid nou op een andere manier gebruik kunnen maken of kunnen samenwerken met die energieke samenleving. Want de grap is dat die burger vaak dingen wil die die overheid eigenlijk ook wil. Namelijk, kijk naar bijvoorbeeld hernieuwbaar. Burgers die willen van een bepaalde sociale groep natuurlijk, in eerste instantie, willen graag niet alleen energie consumeren, maar die willen dat gewoon ook produceren. Dat vinden ze leuk. En dat blijkt ontzettend lastig. Er zitten regels in de weg. Nou, toch is het een voorbeeld van eigenlijk wat burgers precies doen, wat een overheid wil. Dus dat is een paradox. Nou, die zoektocht naar hoe kun je dat doen, vind ik fascinerend. En daar kom je als planbureau ook in terecht. Omdat wij natuurlijk gewoon zitten te kijken, is het nou aannemelijk dat we die hernieuwbare doelstelling halen? Hoe moeten we nagaan over de toekomst van onze steden als die grondexploitatie niet meer werkt? En ook daar zie je dan weer particulier initiatief. Burgers willen vaak zelf iets doen. En vaak met lokale overheden samen. Maar dat veronderstelt weer andere regels. Nou, die fascinatie is denk ik centraal in mijn werk hier. En ik probeer natuurlijk ook als adviseur van het kabinet de overheid aan te geven van, ja, waar het echt gaat knellen en waar kansen liggen. Ja. Even nog terug naar je geschiedenisverhaal, om dat op rij te krijgen. Want je zei, plotseling gaan mensen zelf allerlei dingen. Wat is de aanleiding daarvoor? Waar zit die kniek? Waarom die omslag? Burgers zelf dingen aan het doen zijn. Ja. Kijk, die overheid wijkt steeds meer uit. Kan steeds minder, heeft minder geld te besteden. En ja, het is een soort menging tussen twee motieven, denk ik. Aan de ene kant een ideologisch geladen motief van waarom zou die overheid legitiem ingrijpen. Hè? Dus dat is een beetje een neoliberaal idee van de markt weet het beter. En aan de andere kant is het ook het idee van misschien is dat is eigenlijk qua sturing eigenlijk veel slimmer. Ja, als dus die governance, als dat meer de overhand krijgt dan dat government. Waarbij die dus veel van het denken ook eigenlijk in die samenleving
plaatsvindt. En die, ik vind zelf dat in die discussie dit vaak een beetje door elkaar heen loopt. Dus sommige mensen die zijn daarvoor dat de burger meer doet om ideologische motieven. Dat is prachtig. Maar ik probeer ook een beetje te analyseren, werkt dat nou beter? Dat is zeg maar de bestuurskundige vraag. Met ideologische motieven bedoel je in dit geval met name voor meer ruimte voor burgers en met de liberale ideologische motieven? Of bedoel je? Nou, gewoon het idee dat de overheid in principe zich ergens niet mee moet bemoeien. Okay. Ik vind dat een beetje eigenlijk vaak te kort door de bocht, omdat het zeker voor het domein waar wij als PBL aan werken, hebben grote vragen rond klimaat en energie en dergelijke. Ja, daar is toch heel evident dat de overheid daar een grote verantwoordelijkheid heeft. Hè. Je wil geen breakdown van de electricity grid. Hè. Dat soort infrastructuur, ja, dat zal toch echt een overheid moeten doen. Dus het wegbewegen van een overheid van kerntaken, dat lijkt me die problematisch. Ja. Het aan de andere kant te veel willen sturen op details is evenzeer problematisch. En daar, ja, ik denk ook dat dat niet meer goed gaat met deze burgers die willen dus het gaat niet zozeer om terugtredende overheid, maar meer om een soort van nieuwe taakverdeling eigenlijk tussen wat doet de overheid nou en wat kun je beter aan de samenleving laten doen. Ja, en dat is toch voor ambtenaren niet zo heel erg eenvoudig. Hè? Want kijk, in een oud systeem dan haalt een ambtenaar zijn legitimiteit van de politiek. En dan ga je in de uitvoering en dan kan je altijd terug zeggen, nou ja, de gemeenteraad heeft dat afgesproken. Maar als je nu zegt van ja, jullie krijgen budget om je wijk, het openbare groen, te onderhouden. Dat is natuurlijk dan wel minder budget dan de overheid de eerste uitgaf. En dan ontstaat er gedonder. Dan ontstaat er een conflict tussen bewolkingsgroepen. Dan is natuurlijk het eerste wat gebeurt, is dat de groep die het onderspit dreigt te delen, die gaat naar de gemeenteraad en zegt van wat maak je me nu? En die ambtenaar zit daar volledig klem. Dus dat die ambtenaar niet zo goed weet wat moet ik nou met die energieke samenleving, dat is denk ik geheel terecht. Maar dat is precies die governance discussie toch? Precies, en dat is dus ook waar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Van waar loop je dan tegenaan? Hoe ga je er nou eigenlijk mee om? Want een weg terug is er eigenlijk denk ik niet. Hmm. Dus we zullen de komende decennia op een aantal domeinen gewoon veel meer moeten leren leven met minder kwaliteit en minder verfijnde interventies van de overheid. En aan de andere kant veel meer gebruik moeten maken van de financieringskracht die bijvoorbeeld ook in die samenleving zit. Maar dan is een ambtenaar toch wel, die moet over zijn rol gaan nadenken. Die zal meer moeten faciliteren. Die zal ook moeten anticiperen. Die zal veel beter zelf om moeten leren gaan met conflicten. Ja, dat je daar je ook manifesteert als coach eigenlijk. En dan kun je dus echt vaak heb je veel minder aan je politieke bazen. Dus dan sta je veel meer als een, wat vroeger heette, een street level bureaucrat. En die overheid heeft denk ik wel de toekomst. Die dan een positieve rol kan spelen. En die ook bereid is om voortdurend te leren en niet in een reflex van gezagsverhoudingen zit. Zie je daar nu al voorbeelden van? Dat je denkt van, zo, dat is interessant. Nou, ik denk heel veel. We hebben voor NISIS vanuit de universiteit, overigens heb ik onderzoek gedaan naar omgang met conflicten in de 4 grote steden, de G4. Mm-hmm. En dan zie je dat juist in een aantal van die stedelijke conflicten altijd een groep ambtenaren is die eigenlijk heel goed weet om te gaan met die energieke samenleving. Maar de afstand tussen dat type ambtenaren en zeg maar, de beleidsambtenaren die achter hun bureau zitten, die is heel erg groot. En ik merkte dat ons universitaire project ook een manier was om die ambtenaren bij elkaar te brengen en weer van elkaar te laten leren. Dus ik ben er erg voor om in de toekomst de uitvoeringsambtenaren veel nadrukkelijker in contact te brengen met de beleidsambtenaren en andersom. Waarbij mijn insteek dus is dat die uitvoeringsambtenaren dingen weten die beleidsambtenaren zouden moeten willen weten. Ja, maar hoe dan is dat niet alleen maar dat die groepen meer contact hebben. Volgens mij verandert dat dan wel meer in overheidsorganisaties. Als je dat goed wil laten werken. Ja, nee, ik denk ook dat de verhoudingen zou moeten veranderen. Dus dat je eigenlijk minder beleidswerk zou moeten doen ten opzichte van wat je doet in die uitvoering. Want
ik zie in die uitvoering ook het meeste leermogelijkheid. Daar zie je wat werkt. En dat zou je eigenlijk veel eerder moeten delen. Dus het principe van variëteit aan initiatieven. En dan selecteren welke het meest interessant zijn. Dat is een type activiteit waar ik veel meer actie op zou suggereren. Mm-hmm. En minder op het idee van wat is de analyse van de situatie. En dan vanuit de toren uit Den Haag instrueren aan het systeem. Ja. Dus dit is het nieuwe optimum. Ja. Dus in plaats van dat je top-down zegt van nou, politiek geeft een lijn en vervolgens wordt dat uitgewerkt en onderaan zit dan de wijkmanager die dat dan moet gaan uitleggen in de wijk, zeg je, nou, draai dat om. Ja. Je kijkt wat er gebeurt in de samenleving, welke initiatieven er zijn, monitoring. Ja. En vervolgens ga je kijken hoe je dat faciliteert en dat verder brengt, de pareltjes die ertussen zitten op die manier. Ja, maar het moet een beetje heen en weer, want kijk, ik kan vanuit planbureau wel aan het centrale beleid aangeven van jongens, met hernieuwbare doelstellingen voor energie gaat het niet goed. Dus we moeten wel zorgen dat al die experimenten die plaatsvinden, dat die op een gegeven moment wel voldoende opleveren. Ja. Maar inderdaad, als het idee van ga maar eens eerst meer kijken wat er in die uitvoering gebeurt en informeer je beleid daardoor, dat zou mijn insteek zijn. En, dus dat geldt ook bijvoorbeeld voor de inspectie. Dus ik denk dat daar heel veel kennis zit. En dat ook de inspectie, de toekomst van de inspectie, zoveel meer zal zitten in het coachen van bedrijven en het begrijpen van hoe bedrijven werken, dan in het strikt, zeg maar, op naleving zitten. Hmm. Meer de geest van de wet dan de letter van de wet, dat soort dingen? Nou, kijk, ja, hoeveel zien we niet dat vernieuwing op bedrijventerreinen vastzit op heel in het verleden afgegeven vergunningen, waardoor niks meer kan. Ja, als je een gebiedsmanager hebt die daar moet onderhandelen, die zou erg gebaat zijn bij een ander soort juridisch kader, waardoor die toch meer ruimte kan creëren. Maar ja, dat is het leren zit dan allemaal in dat gebied. En dan, dat is vaak heel erg fnuikend als die met allerlei nieuwe oekases wordt geconfronteerd van bovenaf. Ja. Nu, het eerste dat mensen dan natuurlijk ook aan denken, we hebben een tijdje terug een paar keer wat nare rampen gehad, wanneer kwam meteen weer die controleflex. Ja, maar we waren juist ruimdenkend met die regels bezig, maar nu moeten we weer keihard in die regels houden. Is dat, gaat dat heen en weer? Of? Nou, volgens mij was de analyse niet dat dat we daar intelligent met die regels om aan het gaan waren. We waren gewoon helemaal niet aan het kijken wat er gebeurde. Dus mijn suggestie zou zijn dat er juist een inspectie wel kijkt of er glasbakken op de nooduitgangen staan. Dus dat is geen pleidooi om terug te trekken. Op dit moment werkt het systeem natuurlijk niet zo. Maar kijk, die incidentregelreflex, daar weten we allemaal van dat die fnuikend is. Dus dat leidt tot onwerkbare regels die eigenlijk het volgende uitwijkgedrag oproepen. Als je vanwege allerlei voedselproblemen kinderdagverblijven verplicht om iedere dag de melk weg te gooien, zo ja, kan je je afvragen of dat nou eigenlijk is wat je wil. Je wilt dat er intelligent wordt omgegaan met beperkt houdbare producten. Ja. Nou, daar kun je ze misschien veel beter op coachen dan dat je ze er alleen maar op handhaving gaat zitten. Ja. Dus ook meer vertrouwen van de mensen die op dat moment er rondlopen om de juiste afweging te maken. En daarin in te investeren dat ze dat vertrouwen verdienen. Ja, nou ja, vertrouwen moet je niet zomaar geven. Maar dat veronderstelt ook scholing. En het meer focussen op het vergroten van leervermogen van mensen on the shop floor. Ja, investeren. Ja. Ik vroeg net om wat voorbeelden, maar die kwamen toen nog niet. Voorbeelden van deze nieuwe... Van organisaties of een gemeente misschien, of inspecties, waarvan je denkt van, oh wacht, daar gebeuren inderdaad interessante... Nou, gisteren was aardig, gaf ik een lezing voor de VNG over de energieke samenleving. Daar kreeg Thijs Lacour een prijs, een duurzaamheidsprijs van de stad Maastricht. Waarom? Omdat hij in Lochem, dus echt met die burgers, helemaal actief is geworden. En interessant is dat hij dus ook zegt van ja, ik zie mijn verantwoordelijkheid
over riolering en het wegensysteem. Mm-hmm. Dat leidt tot enorme kostenposten. Dat maak ik eigenlijk niet mee. Ik ga overwegen of ik gewoon helemaal uit dat rioleringssysteem kan stappen. Dat ik dat helemaal zelf ga organiseren. Dat vind ik interessant. Hè? Dus het idee van zo'n lock-in, dat we allemaal in een bepaald systeem zitten, die relativeert hij eigenlijk. Ja, ik kan er ook uit. En die gaat eens kijken of het dan misschien goedkoper is. Dat is heel beperkt idealisme. Dat is gewoon doelmatigheidsanalyse. Maar wel op een onconventionele manier. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld die omslag hier in de kassen, waar die tuinders natuurlijk eerst ongelooflijk veel energie verbruikten, ongelooflijk veel pesticiden gebruikten en ook nog eens inferieure producten leverden. En nu hebben we een energieleverende kas, een biologische plaagbestrijding en veel betere producten. Hè. Die innovatie die is gekomen doordat men zag, dit gaat zo niet langer, de consumenten willen dit niet meer. Het anticiperen op regelgeving van anderen en gewoon op een andere manier naar je kostenplaatje kijken. Dus dat zijn echt energieke ondernemers geweest die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar wat was in zo'n verhaal dan de rol van de overheid? Nou, die overheid die is daar eigenlijk bezig geweest met het helpen van die innovaties. Hè. En mijn verhaal zou daar zijn. Kijk, die overheid zou wat mij betreft veel meer moeten sturen op het zorgen dat wat daar nu werkt, dat voor algemeen geldend wordt. Dus in zo'n, als je het hebt over het domein van de duurzaamheid, dan hebben we eigenlijk te maken met een transitie. Hè. Heel veel van onze maatschappelijke praktijken moeten anders worden georganiseerd. En dan heb je vaak dat, Wubbel Okkels, die heeft een leuke bus of zo. Er zijn van die voorbeelden van Ruud Kornstra met een elektrische auto. Er zijn tal van koplopers die het wel laten zien dat het anders kan. Maar het probleem zit dan ook veel meer in het veralgemeniseren. De vallei des doods. Dus dat die innovaties die worden niet algemeen gemaakt. Nou, daar is nou bij uitstek een rol voor de overheid. Want die zou kunnen zeggen, kijk, we willen die innovatieve bedrijven in ieder geval niet tekort doen. Dus als die nou daar zwaar op hebben geïnvesteerd en ze hebben laten zien dat kan, nou dan gaan we die norm toch daarheen oprekken. Dus het is iets anders dan dat je dat ziet. Dus, dat spel spelen met de tuiners en zo, dat denk ik, dat kan Nederland echt nog een wereld winnen. Ja. En de energieke samenleving, veel initiatieven, dynamiek, et cetera. Vanuit de overheid verwacht je dan, kijk wat er gebeurt en spring erop in. Ja. Wat zijn dan wat is er van de politiek nodig om om dat spel zo te laten spelen? Nou kijk, dat hangt er natuurlijk vanaf waar het om gaat, maar van een aantal van die grote kwesties waar we het over hier hebben, moet die politiek gewoon heel duidelijk zijn en zijn commitment aan die problemen en een lange termijn visie hebben. Als die overheid onduidelijk is, willen we nou wel die verduurzaming of willen we die niet, dan is het niet aannemelijk dat die energieke burgers daar allemaal zwaar voor gaan. Koplopers wel, hè, want die doen het voor hun eigen culturele motieven. Dat is een soort conspicuous consumption, hè, van ik laat zien dat ik hipper ben. Hè, weet je, de ene koopt een iPhone en de andere koopt een zonnepaneel. Dus die... Maar dat zijn de koplopertjes, daar ga je geen oorlog mee winnen. Die overheid moet nadrukkelijk zeggen, dit is iets wat wij inzetten. En die kan, en dat is denk ik ook nu ontzettend actueel, die kan natuurlijk ook aan de voorkant, hè, zonder dat het de zaak allemaal vertroebelt, met prijssignalen toch proberen om te zeggen, nou ja, de vervuiler gaat nu echt betalen. Kijk, dan krijg je de juiste soort prikkel. En ik denk dat daarna die burgers en die bedrijven heel creatief op die prikkels gaan reageren. Dus laat dat dan ook veel meer op zijn gang gaan. Signaleer wat kan en durf dynamisch te zijn. Kijk, we hebben een ETS-systeem waar we de grote jongens natuurlijk alleen mee te maken hebben. Dus een emissiehandelssysteem. Maar dat is eigenlijk in de tijd onvoldoende, denk ik, dynamisch geweest, waardoor de innovatie uit het systeem is gegaan. Ja,
dat vind ik niet bij ons type samenleving passen. Ons type samenleving is er eentje van toch voortdurende vernieuwing, voortdurend willen zoeken naar verbetering. En als een overheid, zeg maar, in zijn regels eigenlijk inertie stimuleert, hè, dus dat heb je ook met oude milieuwetgeving, dan is die niet goed bezig. En dan, maar dat is een soort van controlevraag eigenlijk. Nou, is het een controlevraag? Het is meer zo van, je zegt van... Nee, ik bedoel meer in de zin van, je kunt kijken naar processen en van, oké, hoe zijn we hier nou bezig? Zijn we nu dynamiek aan het stimuleren of zijn we inertie aan het stimuleren? Precies, dat, ja. Ja, nee, en de nieuwe logica die ik zou propageren is van, stuur op innovatie. En beloon dat dan ook. Want kijk, niet omdat het iets goeds in zichzelf is. Ik bedoel, als het prettig is, waarom zou je het vernieuwen? Maar in het licht van de doelen waarvoor we staan, hebben we dat type versnelling nodig. Ik bedoel, we hebben het over een factor 5 efficiënter omgaan met energie en grondstoffen. En een factor 5, dat is 80-90% dat we minder moeten gebruiken. Omdat het duurder wordt en omdat het schaarser wordt. Dus, en dat type versnellingen, die kun je niet realiseren met die oude instrumenten. Dus, dus inzetten op innovatie, inzetten op verandering. Dat... En inzetten op die dynamiek die er in die samenleving al is. Want kijk, er is iets interessants aan de hand, denk ik, dat... We zoeken nog steeds een beetje wat voor eeuw de 21ste eeuw is. Hè. 12 jaar zijn we erin en dat weten we natuurlijk nog niet. Maar ik denk dat je een aantal van die instituties van de afgelopen 50 jaar, daar kun je toch van afvragen of die dit nog lang gaan meemaken. Ja. En dan denk ik met name aan de opkomst van dingen als coöperaties en verenigingen, dus vrij losse verbanden. En dat kan ook tussen bedrijven zijn, dat kan tussen steden zijn, dat kan tussen burgers zijn, die zelf dingen gaan doen. Ik denk dat wel eens iets is wat bij onze hele flexibele organisatie van de samenleving past. Ja. En daar zijn onze regels helemaal niet op afgestemd. Allerlei verschillende soorten samenwerkingen eigenlijk. Ja. Ja, en die dus nou, je ziet dus bijvoorbeeld nu wederom bij die decentrale energieopwekking iets heel interessants. Dus burgers die willen in coöperatief verband voor zichzelf gaan zorgen, maar die komen regels tegen die zeggen, ja nee, dat kan eigenlijk niet, of de condities zijn ongunstig financieel. En daar moet een overheid dan denk ik goed op letten, wat wil ik dan? Hè? Want dat die burgers bruskeren, in de zin dat je zegt van ja, jullie doen wel het goede, maar we helpen je niet. Dat is denk ik niet echt versterkend voor de legitimiteit van de overheid. Want waarom help je dan niet? Nou, op het moment kun je dus... Omdat je zegt van jullie hebben geen fatsoenlijke organisatie voor. Nou, nee, het is meer zo dat je dus die samen. We erkennen eigenlijk heel nadrukkelijk een huishouden. Hè? Ja. Op dat niveau kun je een hele hoop regelen. Maar als burgers, zeg maar, op niveau van een straat of een buurtje zeggen, ik ga dingen. Op dat niveau begrijpen we dat eigenlijk niet meer. Hè? Want dan hebben we al een gemeente. Want op dat niveau begrijpen we weer een actor. Maar daartussen zijn burgers bezig. Hè? Het kan ook heel goed zijn dat je straks links krijgt naar boomgaarden. Hè? Van, mijn appels ga ik daar zelf halen. Of je ziet het nu al met scholen. Hè? Die adopteren scholen in Afrika. Dat zijn allemaal associatieve verbanden in de zin van associaties. En dat gaat niet altijd goed. Dus als jij samen met de school van je kinderen zegt, nou, die school heeft een mooi plat dak. Hè? Dat leggen we helemaal vol. En daar gaan we nu de energie van halen. Dat kan niet. Dan zit de overheid daartussen. Die zegt, ja, maar nu gebruiken jullie een kabel. En zeggen, nou, dan liggen we die zelf aan. Nee, dat kan niet. Nee, dus dat idee van dat salderen. Dus dat je zelf bekijkt, van nou, zet jij nu de wasmachine aan. Dat doet de computer natuurlijk. En dan zet ik hem daarna aan. En dan optimaliseren we dat we hernieuwbaar gebruiken. En heel weinig nog van buiten halen. Kijk, dat zijn dingen die je ziet in Texel en dan zie je veel van die meer gemeenten in de provincie, dat men daar mee bezig is. Okay. Als maar Texel nog meer? Texel bijvoorbeeld? Ja, maar ik noemde al Lochem. Er zijn allerlei gemeenten in Brabant die daar ook mee bezig zijn. Amsterdam heeft even overwogen of ze daarin wouden stappen. In dat idee van dat je meer zelf je energie gaat opwekken. Ja.
Dus daar zit een hele nieuwe organisatievorm aan te komen. Ja. Dus als ik het samenvat, ja. Je zei dat eigenlijk als je wil inzetten op dynamiek, op innovatie, op die verandering dus, als je daarop aan wil sluiten, als dat de 21ste eeuw is, dan zijn eigenlijk organisatievormen in de zin van organisaties, overheidsorganisaties, zijn eigenlijk niet flexibel genoeg. Nee. Eigenlijk inert aan zich. Kunnen dus, en wat je juist zoekt is die samenwerkingen en die netwerken die flexibel zijn. En is dat, Want die overheidsrol is nodig, maar die moet anders zijn. Die overheid moet veel meer kijken naar, oké, jullie werken op die manier. Hoeveel levert dat nou precies op? Is dat voldoende? Hè? Dus als Groningen bezig is met de windenergie, hebben ze dan inderdaad daar voldoende bijdrage? Als het zo is, hoe werkt dat dan? Wat kan Overijssel daarvan leren? Dus het vergroten van het leervermogen in de samenleving, wederzijds, door dingen beschikbaar te stellen, daar ligt denk ik een taak die de overheid kan pakken. En het aanpassen, en dat is cruciaal, van wat je verwacht dan van burgers. Dus als de bepaalde dingen, die kunnen een nieuwe norm worden. En dan moet je dat natuurlijk als overheid wel ook oppakken, want vanzelf gaat het natuurlijk niet. Ja. Dus en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die samenwerkingsverbanden. Hoe geef je daar nou, ja, een soort van juridische vorm, of in ieder geval een vorm aan waarmee je, zodat het een gesprekspartner wordt eigenlijk. Dat soort dingen. Daar zitten ook veranderingen die je eigenlijk, ja, waar je op in zou moeten springen als overheid. Ja, en dan moet je denk ik toch meer toegankelijk zijn. Ook op straat aanwezig zijn, in de bedrijven aanwezig zijn, omdat je daar ziet wat er gebeurt. En dus die overheid met hele grote ogen en hele grote oren, dat is denk ik een vorm die de toekomst. Maar daarvoor is ook naar handelen. Ja, en maar dus waarbij diversiteit in oplossingen niet per se een probleem is, maar wel de hele tijd wordt gemonitord of. Ja, of de doelen waar het uiteindelijk om gaat, of die worden gerealiseerd. Nou, toch wel een beetje energieke overheid nodig. Dus. Ja, nee, dus kijk, als we nu wel een beetje weten wat de energieke samenleving is, dan is nu de taak om echt na te denken, wat is dan die overheidsvorm die daarbij hoort. Ja. En dat is ook heel evident. Wat zijn de kenmerken daarvan? Nou, ik denk dat die dus gericht is op leren. Gericht is op dynamiek en ook dus niet statische afspraken maakt, maar eigenlijk voortdurend durft bij te schakelen, maar op een manier die voor burgers voorspelbaar is. Hè? Dus als er meer kan vanwege technologische ontwikkeling, dan zou je daar ook op weer kunnen aanpassen. En multilevel, dus dat je ook veel beter kijkt, nogmaals, wat je op welk schaalniveau realiseert. Als je kijkt naar hoe je goed leert, dan zie je toch ook dat als je decentraal dingen organiseert, dat je het meeste de zaak begrijpt. Dus ik denk dat het decentraliseringsmotief wat we nu meemaken, ja, dat ook nog wel even door zal zetten. Ja. Oké, nou, dan gaan we met de slag van. Oké.